Maandagavond maakte hij voor de derde keer minuten in Jong Ajax. Dinsdag tekende Terry Lartisanis zijn eerste contract bij de club. Het was een bijzondere dag voor de rechtsback. Ik ben heel blij. Ik wil iedereen bedanken die mij goed heeft gesteund. De performance team, de trainers, meneer Stam, meneer Jonk. Die mij elke dag weer goed dingen gingen bijschaven. En elke keer weer dat ik dingen mocht oppakken en een betere voetballer kon worden daardoor. Dus daar bedank ik ze heel erg voor. Hij is snel. Hij is moeilijk te kloppen op snelheid. Hij heeft ook voorwaartse drang. Hij wil nog wel eens mensen uitspelen. Dan verliest hij nog wel eens het overzicht. Maar het is wel iemand die, die een enorme leeuwenhart heeft. Dus die is moeilijk te kloppen. Ja, en dat vraagt het huidige voetbal natuurlijk ook. En wij als Ajax willen natuurlijk ook dat het aan de bal natuurlijk allemaal heel goed is. Maar hij heeft vooral dat andere aspect heeft hij ook mee. Nou, dat zijn natuurlijk wel voorwaarden die je graag ziet. En ook Adem El Idrissi zette dinsdag zijn handtekening onder zijn eerste contract. En dat betekende een mooie mijlpaal voor de aanvaller van de A1. Het is een grote stap. Het is eigenlijk ook een begin. En het is zeker bijzonder als je vastgelegd wordt bij je clubje. Ja, je moet het zo zien dat het niet pas je begin is van je relatie met de club, ja, zou ik zeggen. En het is toch mooi dat ze het met zo'n gebaar dat ze het uitdrukken. Hij is een jongen die het zelf heeft afgedwongen. En een bepaalde stap heeft gezet, de laatste jaar zeker. Nou, hij heeft nog een aantal stappen te maken. Zeker zijn scorend vermogen kan nog wat omhoog. Maar als iemand, daar hoef je geen batterij in te stoppen. Dat is iemand die er altijd voor gaat. Dus ja, hij heeft zo'n zelfdiscipline en zo'n bereidheid om... Soms doet hij gewoon te veel zelfs. En dat gaat nog wel eens ten koste van zijn nauwkeurigheid. Hij maakt wel dat hij anderen ook enthousiast maakt in het team. En dat hij dat af en toe wat beter kan doseren, dat vraagt op een gegeven moment topvoetbal. Met hun eerste profcontract op zak gaan ze leren hoe het topvoetbal in zijn werk gaat. De komende 3 jaar willen El Idrissi en Lartisanis zich vooral profileren. Mijn best blijven doen, elke keer weer op de trainingen laten zien hoe goed je bent en in de wedstrijden vooral. En dan hopen we dat ik snel de stap kan maken naar de arena. Ik wil in het stadion staan, dat is het liefst wat ik wil. En ik wil gewoon mijn best blijven doen voor de club en zoveel mogelijk scoren. Dat lukt goed hè, dit seizoen? Ja zeker, ik ben op de goede weg. Het seizoen voor het duo gaat verder in de A1 of in Jong Ajax. En zeker aankomende dinsdag met de 8e finale van de Youth League tegen AS Roma. De volgende stap van een droom. Ik hoop dat we het toernooi winnen ook. En ik denk wel dat we een grote kans hebben. Ja, we maken goede kansen, we hebben een goed team. We kunnen goed met elkaar voetballen. En ik hoop dat we het gaan winnen.